allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want ik ben 2 dagen in Miami geweest samen met mijn ouders. Nou, ik vond het echt heel erg leuk en ik heb ook alles voor jullie gevlogd, dus laten we maar meteen beginnen met de vlog. Vandaag ga ik iets heel erg leuks doen en morgen eigenlijk ook, want we gaan naar Miami toe. Miami ligt ook in Florida, dus we kunnen gewoon met de auto daar naartoe. En ja, daar gaan we dus naar allemaal leuke dingen toe, zoals Vinewood, als ik het goed uitspreek. En daar heb je hele mooie muren. Ik weet niet of jullie het kennen, maar het is echt best wel bekend eigenlijk. En ja, daar gaan we dus naartoe. En ik wil heel graag een lookbook opnemen daar. En verder, ja, blijven we ook overnachten daar. Want het is wel 4 uur rijden en ja, dan hebben we bijna niks in onze dag als we dan meteen... weer terug moeten. Dan hebben we maar 2 uurtjes bijvoorbeeld. Ik heb er heel erg veel zin in. En we gaan nu. Hier rijden we de wijk binnen in Miami, waar echt alle muren mooi beschilderd zijn. Zo, nou, na 4 uur rijden zijn we aangekomen in Miami. En zoals je misschien wel kan zien, zijn we bij de Vinewood. Hoe noem je dit? Ja, dit is Vinewood. En hier heb ik dus echt overal, maar ook dit gaaf muren. En ja, we gaan nu dus filmen. En hier neem ik ook mijn lookbook op. Er is echt mega veel te zien en we hebben hier ook een paar uur rondgelopen. Daarna vertrekken we naar South Beach, naar ons hotel toe. Nou, mijn broer zag dus dat wij op Spotify zaten en hij heeft vanuit Nederland dit liedje opgezet en ik moest echt heel hard lachen. Dit is ons hotel. Dit is onze hotelkamer. Oeh, hier is de kast. Oh, mooi. Oh, echt hele mooie bedden. Ja, het is heel erg rustig en mooi. Heel licht. Hier een tv. Hier kan je een drankje pakken. Of lekker iets te eten. Even kijken of we een mooi uitzicht hebben. Oh, nou, het uitzicht is wat minder. Maar verder is het wel echt een hele mooie kamer. Oh, wacht. De badkamer moeten we ook nog even. Zo. De badkamer zal wel daar zijn. Hoe gaat dit? Oké, zo. Hoe ga ik het licht aan doen? Oh, hier zit het licht. Nou, mooie badkamer. En een douche. Nou, ik vind het echt een mooie hotelkamer. Maar we gaan nu even onze alle spullen hier neerleggen. En dan gaan we denk ik nog even Miami in. Oh.
is ons hotel en hier achter mij zie je de bar en het is echt mega mooi. En het ruikt hier heerlijk. En we gaan een beetje kijken wat hier nog meer is. Oké, dit noemen ze kunst, maar het is gewoon een banaan. Zelfs ik kan dit tekenen. Een beetje kijken bij het strand. En hier zie je het terras bij het zwembad. En daarachter is het zwembad. Ook hier neem ik weer een stukje op voor mijn lookbook. Ik ben nu even in de Forever 21 en deze heeft 3 verdiepingen. Ik heb nog niet echt hele leuke dingen gezien, maar ik ga nog even kijken bij mijn moeder. Is deze badhanddoek niet om op te eten? Kijk dit dan. Nou, mijn moeder en ik zijn in de Forever 21 geweest. En nou ja, we zagen wel iets leuks, maar we konden het nergens vinden, want we zagen het op een pop. En toen vroegen we het aan iemand, maar ze waren niet heel erg vriendelijk daar. Dus we zijn maar weggegaan en nu gaan we ergens iets eten. En we zitten nu bij een Italiaan en ja, ik ga zo even kijken wat ik ga eten. Naast het terrasje zat Urban Outfitters en daar ben ik ook nog even snel naar binnen gegaan. Ik ben weer teruggegaan. En nu gaan we lekker eten. Ik eet een pepperoni pizza. Pasta. En mama, wat eet jij? Ik eet geen vlees, dus ik heb spinazie, ui en paprika. Go pizza. Ik zit hier dus bij een Italiaan. We hebben net lekker gegeten. Top. Maar we krijgen net de rekening en ik vind het echt niet normaal en stom.
Want bij de rekening zit al de fooi in. Maar je bepaalt toch zelf hoeveel fooi je aan iemand geeft. Maar je moet dus 20% fooi betalen standaard. En willen ze ook nog dat je extra fooi geeft. Ik zeg dan toedeledokie, dat gaan we niet doen. Dus ja, ik vind dat echt niet normaal. Gelukkig hebben we het in Orlando niet. Ik vond het echt heel erg lastig om te kiezen tussen deze twee schoentjes. Maar uiteindelijk ben ik voor de linker gegaan. Hey, het is nu de volgende dag. En ja, ik ben alweer aangekleed. Ik heb net gedoucht, ik heb make-up erop. Want we gaan zo ontbijten beneden. En oh, ik heb best wel trek, moet ik zeggen. En ik heb heel erg dorst. Want vannacht was het best wel warm en toen had ik ook heel erg dorst. En ja, dus we gaan lekker iets drinken en eten. En vandaag gaan we nog iets leuks doen. We moeten nog heel even kijken wat. Dat gaan we zo even bij het ontbijt bespreken. Ja, dat gaan we dus doen. Dus ik neem jullie even mee naar het ontbijt toe. Hier zijn we op het dakterras van ons hotel en kijk eens wat een mooi uitzicht. Nou, we zijn aangekomen in downtown Miami en wat we nu gaan doen, we gaan een beetje kijken wat er downtown te doen is. En heel misschien gaan we heel toeristisch op zo'n dubbeldekker en dan ga je door de stad heen. Ja, het is best wel toeristisch, maar ach, het is wel heel erg leuk, lijkt mij. En oh, wacht, kijk, hier achter me is het Miami Heat Stadion. Dit is een van de beste basketbalclubs van in ieder geval van Amerika. Ze zijn echt super goed. Miami Heat speelt hier altijd. En nu gaan we dus even rondlopen downtown. En ja, we gaan kijken wat we gaan doen. We zitten nu in de bus en ja, wat ik net al zei dus. En we gaan zo meteen een beetje van de stad zien. Ik heb even een knot in, want het is niet normaal warm hier. Maar we zijn nu bij Little Havana. En ja, we gaan zo meteen weer door. Oh, het was zo warm, maar heel erg leuk. Ik vond het heel erg leuk op de bus. Maar nu gaan we even ergens iets lunchen. Ik heb ook heel erg trek. En we gaan naar Hooters. Voor de jongens, er werken hele knappe meiden. We zijn nu onderweg naar huis toe. En net zaten gewoon de radio te luisteren. En toen hoorden we opeens een piepje. En daarna een alarm. En er werd iets omgeroepen en we vonden het gewoon heel erg raar. Maar er werd dus gezegd dat hier in de buurt bij Palm Beach een tornado is. Dus wij rijden nu ergens in de buurt van een tornado. En ja, het is best wel creepy. Ik laat jullie even horen, een klein stukje. Avoid windows. If you are outdoors, in a mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter and protect yourself from flying debris. Dat was dus een klein stukje
van het radiobericht. En net kwamen we in hele harde regen terecht. Het is nu net iets minder, maar het regent nog wel heel hard. Maar volgens mij zijn we nu niet meer heel erg in de buurt van de tornado. Maar we hebben net dus echt een stukje, nou, echt heel dichtbij gezeten. Dat is best wel creepy, want in Nederland hebben we dat niet. Maar hier gebeurt dat echt heel erg vaak. In Orlando gebeurt het ook wel eens dat er een hele erge storm is of zo. Afgelopen keer ook, toen vertelde ik ook in de video dat, dat er dus allemaal dingen met ons huis, of er niks met ons huis was. Gelukkig niet, maar toen hadden we ook een heel groot gat bij ons in de voortuin en zo. Dus het is hier best wel in de zomer vooral dat het heel erg stormt. Dus, maar gelukkig, volgens mij zijn we nu niet meer in de buurt, dus we zijn nu veilig. Dit was dan de video. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En uiteindelijk zijn we veilig thuisgekomen. We hebben gelukkig niet de tornado gezien. We waren net op tijd weg uit dat gebied. Dus we zitten hier weer veilig thuis. Ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei!